Nou, hou jij van die enige echte authentieke Italiaanse espresso, gemaakt met verse bonen, met precies de juiste temperatuur en de sterkte die jij lekker vindt. En wil je niet alleen kunnen variëren met koffiespecialiteiten zoals espresso of cappuccino, maar ook met koffiebonen en dus met smaken? Dan is deze Saiko Molto Cappuccino helemaal iets voor jou. De volautomatische cappuccinatoren herken je aan dit slangetje dat je in het melkreservoir hangt. De melk wordt uit het melkreservoir gezogen, vermengd met stoom en komt opgeschuimd in je kopje. Je hoeft dus alleen nog maar een espresso toe te voegen voor je eigen cappuccino of latte macchiato. Drink je veel cappuccino of latte macchiato en ben je op zoek naar nog meer gemak? Dan adviseren wij de Molotio met volautomatische melk eraf, waarmee je met één druk op de knop je melkspecialiteit maakt. Laten we eens in detail gaan kijken naar deze Molotio. De bonen doe je in dit bonenreservoir. Er kan 300 gram bonen in en daarmee maak je ongeveer 40 espressos. Het unieke aan deze machine is dat het bonenreservoir uitneembaar is. En dat werkt zo: pak hem hier vast en schuif dit hendeltje opzij. Hij is er ook weer makkelijk in te zetten. Gewoon op zijn plek plaatsen, deze hendel terugschuiven, iets aandrukken en klaar. Doe altijd de deksel erop, dan blijven de bonen lekker vers. Als je meerdere bonenreservoirs hebt, kun je de verschillende bonen luchtdicht en beschermd tegen UV-licht bewaren. Zo blijven ze het lekkerst. Je kiest dan voor elke koffiespecialiteit die je bereidt de juiste bonen. Bijvoorbeeld decaf, Robusta, Arabica. Plaats je bonenreservoir of reservoirs in de koelkast om de bonen nog langer lekker te houden. Het reservoir kan gewoon in de vaatwassen, maar ik zou het deksel niet in de vaatwassen plaatsen. Dan kan de rubberen luchtdichte rand namelijk uitdrogen. Wil je een bepaalde boon gebruiken, maar zitten er nog andere bonen in het binnenwerk van de Multio... Kies er dan voor om het binnenwerk te legen. Dat doe je door op deze knop te drukken. Je kunt ook eerst een kopje koffie maken met de bonen die al in het apparaat zitten, want de nieuwe bonen worden daarna automatisch gebruikt. Het is verstandig om van tevoren aan te geven welke soort boon je in de machine doet. De keramische maalschijven passen zich aan op de hardheid van de koffieboon. Zo worden de bonen optimaal gemalen. Standaard staat de multi op Arabica, maar je kunt het natuurlijk ook instellen op Robusta of Mix. In het bonenreservoir zelf bedien je de maalgraad van de bonen. Daar is dit gele knopje voor. En je gebruikt er het bijgeleverde sleuteltje voor. En mijn advies: zet de maalgraad op 3 kwart fijn. Door op dit knopje te drukken kun je gemalen koffie toevoegen. Dat doe je één portie per keer met hetzelfde maatlepeltje waarmee je de maalgraad instelt. Dit is een flinke waterbak. Er kan 1,9 liter water in. De waterbak heeft een Brita-filteraansluiting. Je kunt er dus een waterfilter op aansluiten waarmee je kalk en andere vuildelen tegenhoudt. Als je een filter gebruikt, ja, dan hoef je jouw multio natuurlijk minder vaak te ontkalken. Je kunt dit espressoapparaat heel handig bedienen, want de knoppen zitten in het zicht. Je kunt de hoeveelheid van elke soort koffievariatie die je gaat drinken instellen, zoals een espresso of een lungo. En de sterkte kun je ook zelf instellen met behulp van de aromaselector. Er zijn vijf standen. Stapsgewijs bepaal je dus de smaak van jouw persoonlijke koffiespecialiteit helemaal afgestemd op wat jij lekker vindt. Ook handig is de heet of de steamknop. Deze knop gebruik je om melkschuim te maken. Ik gebruik hem ook voor het voorverwarmen van mijn kopje. Op die manier koelt mijn espresso niet meteen af en blijft die beroemde zijde crema laag nog langer op mijn espresso staan. De Multio heeft ook een memo functie. Die verschijnt als je deze knop even ingedrukt houdt. Je laat de knop los en zodra je vindt dat de machine de ideale koffiehoeveelheid heeft bereikt. Druk je nog even kort in. Jouw wensen staan geprogrammeerd. Buonissimo. Hoe komt het toch dat de smaak van deze espresso zo goed is? Dat heeft te maken met deze twee schijfjes, de keramische maalschijven die in je Montio zitten. Dankzij de keramische schijven worden de bonen tijdens het malen minder heet en kunnen ze niet verbranden. Het enige wat overblijft in jouw kopje is het allermooiste van de boom. Ja. En dat wil je natuurlijk. Dat je met de Saeco Moltio de echte Italiaanse espresso in huis haalt, dat vinden ook de kenners. Saeco is het enige merk dat het predicaat cappuccino perfetto en espresso perfetto heeft gekregen van het Centro Studia Saggiatori uit het Italiaanse Brescia. Daarmee geeft de Centro aan dat de espresso die je met de Saeco maakt net zo goed is als de espresso die in de horeca wordt gemaakt met behulp van duurdere machines. Je hoeft met de Moltio niet bang te zijn voor ingewikkeld onderhoud en tijdrovende reiniging. Het enige wat je moet doen is eens per week de lekbak omspoelen en de uitneembare zetgroep aan de zijkant van het apparaat spoelen met lauw water. Gebruik geen heet water, want anders laat het siliconenvet los. De zetgroep plaats je makkelijk terug in het apparaat, je hoort een klik zodra die goed zit, en de bakjes kunnen in de vaatwasser, daar heb je dus geen omkijken naar. Wil je de al grondig reinigen en ontkalken? Dan hoef je alleen het ontkalkingsproduct toe te voegen. Druk op de reinigingsknop en de machine doet de rest. Dus... Wil je thuis variëren met echte Italiaanse espresso, cappuccino of latte macchiato, maar ook met koffiebonen en dus met smaken? Dan is de Saeco Molto Cappuccino met cappuccinatore absoluut iets voor jou. Geniet van je eigen Italiaanse creatie.